met het verwachte noodweer. Valt er trouwens vanavond reuze mee in Groningen. Het is niet warm, maar van een storm is zeker geen sprake. Kaplof. Bal op Sherry is uitstekend. Die probeert het dan ineens. Sherry. Kaplof. Geen goede aanname en dan ligt het open. Drie man van Vitesse, één van Groningen. Djurdjevic wil eerst nog kappen en dat kan niet. Prupper doet het heel mooi, maar dat is doorzien door Pat. Hier had Vitesse de 0-1 moeten maken. Dat is een sterke actie. Kan de bal nu ook terugkrijgen, dan ligt het helemaal open bij Groningen. En is dat een overtreding? Nee. Tweede bal in het veld, dat komt denk ik van de supporters. Huh? Het is wel een overtreding. Dan is de vraag wat voor kleur kaart komt er. Geel voor Kaplof. Tja, de actie is sowieso fraai. Bij Groningen staat het op dat moment niet goed. En dan ja, is het oordeel dus dat Bottekin daar nog is. Geen duidelijke scoringskans ontnomen. Geel volstaat. De bal over de muur, maar ook over het doel. Bottekin. Ik dacht nog even aan een soort slalom te kunnen beginnen. Maar hij mag dan wel een Braziliaan zijn. Dat is toch niet zijn specialiteit. Djurdjevic. Nog maar naar zijn tegenstander opzoeken. Dan naar zijn linker en in de korte hoek. Waar Pat hem nog net heeft. Van der Heijden wint nog maar eens in de lucht van Sherry. Kaplof, bal kwijt. Bottekin hersteld. Is dit buitenspel? Nou, niet voor hem. Kazajsvili 0-1. Nee, nog niet. Hoe groot moeten de kansen worden? Kaplof komt, maar heeft de bal niet. Dan is het misschien wel hier buitenspel voor Djurdjevic. Nou, zelfs dat niet. Die had ook nog doorgemogen. Maar Kazajsvili, die komt helemaal van ver. En dat scheelt toch nog wel wat. Djurdjevic. Was knap gedaan langs Kaplof. Djurdjevic krijgt hem ook nog voor, maar weer geen doelpunt. Sherry, dat is een lekker balletje. Hateboer krijgt hij nog voor het doel. Ja, en daar is het doelpunt. Nee, is het Hens? Ja, en dan zou het nog wel eens rood kunnen zijn. Oh, wat gaat er gebeuren? Wat doet Kuipers? De Leeuw kopt, bal van de lijn gehaald. Ja, rood. Oh, 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 Vitesse. 60 minuten lang. Veel en veel beter. En opeens lijkt het allemaal voorbij. Met de strafschop tegen en een rode kaart. De actie goed van Hateboer. Die komt met de voorzet. Dan is De Leeuw vrij en is daar de arm. Ja. Kuipers kan niet anders. Hij voorkomt het doelpunt met de arm. Dit is een strafschop en dit is rood. De Leeuw nu al toegezongen. Maakt hij de 1-0? Nee. En de rebound? Ja, dat dan wel. Sherry tikt hem in. De enige andere speler die bij Groningen die eigenlijk dit seizoen kan scoren. En zo leidt de thuisploeg dan toch. En is Room degene die baalt. De penalty van De Leeuw pakt Room. En dan komen de drie man van Vitesse teruglopen. Maar die ene van Groningen is er het eerste bij. Charon Sherry. Antonia. En daar is De Leeuw 2-0. Het lijkt beslist. Een penalty niet aan hem besteed, maar deze kans wel. Is het buitenspel? Nee. Dit hoort Groningen natuurlijk niet meer uit handen te geven. De Leeuw heeft ruimte, dat is gezien. Van Nief heeft een hele fijne paas. Nou, De Leeuw om het echt te beslissen voor de 3-0. Nee, wild geschoten. Opvallend wild. Van Nief.
is er heel makkelijk langs van Yves zelf. Oh, ho, ho! Wat een doelpunt! Joël van Yves, die heeft een geweldige trap in de linker. Makkelijk langs twee man en ja, als je toch voor je linker hebt. Heerlijke actie, maar wat een doelpunt om de wedstrijd echt te beslissen. Sherry met de vrije trap. Het kan natuurlijk nog veel meer worden voor Groningen. Kief ten Belt, ja hoor. 4-0. En ook deze mag er zijn. En Bos weet, ja, het is weer zover. De vrije trap van Sherry. Het wegkoppen, maar dan valt hij voor Michael Kief ten Belt. Groningen wint met 4-0. En dat is meer dan licht geflatteerd, want een uur lang was de ploeg van Peter Bos, was Vitesse veel sterker. Maar uiteindelijk ging voor Vitesse alles verkeerd en voor Groningen alles goed.